Ik heb oogst, ik heb oogst, ik heb zoveel oogst. Ik heb oogst, ik heb oogst, ik heb zoveel oogst. Lekker eten, lekker eten, lekker eten. Nom, nom, nom. Beautiful. Goedemorgen. Ik ben op de tuin. Het is nog vroeg. Ik heb geen idee hoe laat het is. Tegen 9:30 of 9:30. Het is vandaag een beetje een minder goed dagje voor mij. Het is een mooie dag. Ik ben blij dat ik op de tuin ben. Maar ik denk dat ik als een slakkig hang maar te werk kan gaan. En een vroegetje dat ik vroeg naar huis ga. Of dat ik gewoon heel langzaam en dan gewoon hier ga zitten dadelijk. Maar het gaat even niet zo lekker. Het gaat even, ja, niet zo echt lekker. Maar goed, ik probeer niet te veel op te richten. Maar ja. Het groeit gestaag. Er komen wel pijn bij, maar ik zag het net. Dat hieronder. Kijk, ik kan niet goed bukken. Oh, kijk, daarachter. Birds. Dus kijk eens. Oh, daarachter ook. Dat is hartstikke mooi. Weet je wat ik toch zei van de okerplant? Het was gewoon nieuw bladvorming. Ik weet het niet hoor. Nee. Nou, dat twijfel ik eigenlijk. Ik weet niet wat dat is. Of het een bloem is, dat is niet nieuw bladvorming. Oh. Ofwel. Dat vind ik altijd wel leuk als je iets hebt wat totaal niet bekend is. Dat je dan, hè, dat het elke keer een verrassing is wat iets gaat doen. Dus ja, ik maak zo'n ochtendwandeling door mijn tuin. Ik ga zo wat hot chocolate zetten. En de vliegen hebben veel pret in mijn tuin, merk ik. Of ik dat nou leuk vind, dat weet ik ook niet. Ze zijn dol op munt. En ze vinden ook pompoen leuk. Ik wil trouwens even laten zien. Een grote pompoen. Kijk eens. Een mooie groene. En daar groeit er een. En dat zijn tomaten. Hier nog alleen bloemen. Nou, soms hebben we het blad echt van die prikkels. Ik probeer elke keer een beetje tussendoor te neuzen. Zie je pompoenen. Ik heb nu pompoenetjes. Yep. Verrectie niet. Ja, daarachter, maar die had ik al. Dus pompoenen. Dat is mooi om met pompoenen. En deze. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Deze ga ik typisch voor maken vandaag. Dus deze zijn er twee. Twee verspompoenen, die ga ik even uit elkaar halen. En dan ga ik drie typisch bouwen. Ik denk dat ook wel heel leuk staat. En verder heb ik nog niets nieuws gezien. Hier is ook nog niks nieuws opgekomen, dus ja. Deurtje op de haak. Ik ga wel een paprika vandaag meenemen, die knoeiert. Deze. Die ga ik meenemen. Oké, tot nu ben ik zo ver gekomen. En nou moet ik nog een soort klimwerk maken, zodat ze, ja, ik moet ze wel begeleiden natuurlijk, maar dan kunnen ze omhoog klimmen. Ik weet niet of het typisch te klein zijn, maar dat merken we dan wel. Anders volgend jaar grotere typisch. En omdat ik gewoon helemaal niet met mijn hoofd erbij ben, dacht dat ik weinig bamboestokken had. En dan kan ik er nog twee maken voor de white custard. Zet maar gewoon neer. Ik kijk wel wat er gebeurt. En dan voor achter moet ik dan nog komende week doen. Maar ja, die zijn nog zo klein.
En dan wil ik proberen wat anders. Dan ga ik geen tipje zetten. Maar dan... laat ik nog wel zien wat ik van plan ben. Daar heb ik ook ideeën voor. Ik weet allemaal niet of het gaat lukken. Dus puur een test. Maar dat is wel leuk als je daar van die punten hebt. Of in ieder geval weer een muur van pompoen. Of in ieder geval, ja, ik ben benieuwd wat gaat worden. Nou ja, ik ga verder en dan laat ik zien het idee wat ik in mijn hoofd had. Ik vond net komkommers bij het bouwen van de tipies. En ik heb dit meegenomen van thuis. Ik ben allemaal troep aan het weggooien. En ik dacht, hé, dat is een mooi bakje voor als ik aan het oversten ben. Het is een deksel van iets. Een barbecue of zo. Ik heb zoveel dingen thuis. Ik ga dat. Ja, niet zoveel. Om er zoveel tijd mee allemaal dingen weggooien. Had ik maar een barbecue. Want ik wil eigenlijk van dit weekend barbecue hier op de tuin. Wegwerpen barbecue dan maar. Maar ik dacht, het is een mooie formaat voor als ik ga oogsten, toch? Ja, dat vind ik wel leuk. Oké. Het gaat steeds beter met de typies. Ik ben nog een beetje bezig met de constructie. En ja, het staat een beetje. Deze staat goed, de voorste. En die achterste staan een beetje. Ja, een beetje meer die kant. Maar ja, ik vind het wel goed gelukt. Het idee wat ik heb. Oh ja, en ik heb deze pompoenen. Er zijn er twee. Ik heb ze maar laten staan. Ja. Kijken wat ik ga doen. Misschien kan het wel. Maar dan. Ik ben nog hier en daar aan het vastzetten allemaal. En, nou ja, met het loop van de tijd kijk ik wel hoe het gaat. Ik vind het idee wel leuk. Ik weet niet of het te klein is. Maar dat zien we dan wel. En voorin ook nog twee. En je ziet het beter dat het staat. En ja. Nou ja, ik ga wel kijken. Anders dadelijk met al het blad val, dan zie je het denk ik toch niet. Niet te extremistisch worden op de tuin. Hè? Niet te perfectionistisch. Maar ik vind het wel leuk als mijn tuin er mooi uitziet. Dus ik ga even mijn voetstappen even overal weghalen. En dan ga ik even een kopje soep. Kopje soep. Ja, een lekker kopje. Champignonne soep. Oh ja, en kijk eens. Zo, oh my. Ik heb al heel veel op mijn lijst voor de bloemen van volgend jaar. Deze zal goed zijn. Die is goed. Nee. Nee. Maar pech dan. Ja. Oh ja, kijk voor courgettes. Oh ja. Die courgettes, als je niet oplet. Ik zie mensen dat ze het gewoon kortslag draaien. Dan schud ik het op, maakt niet uit. Oh. Maar er gebeurt niet veel mee, dus het gewoon zo. De koelkast blijft gewoon helemaal goed. Nou, we hebben weer courgettes. Oh, het is over courgettes. Mijn moeder heeft gelukkig een recept nog gestuurd van de courgettes. Want ze weet het. Miljoenen courgettes. Twee planten zijn echt genoeg. Even kijken wat we hier hebben.
Nou. Deze is... Deze wel. Het is toch leuk zo oogsten. Ik vind het zo leuk. Dat is echt het leukste van heel die woestijn. Nou ja, ik vind heel veel dingen leuk, maar het oogsten is echt leuk. En het eten thuis. Die haal ik eraf. Die kan ook. Hey. Spinnerig. Jee. Kijk. Dan zijn ze zo mooi. En dan zijn ze rijp. In het begin zit je een beetje van... Wat? Kijk erachter. Nee. Nee, maar oeps. Oké. Dat lukt hoor. Sterke vrouw. Dat is echt zwaar. Even aan binnen brengen, want... Dit is echt een mooie shot, dit. Stil staan. Het is echt mooi. Ik moet echt nog een goede camera meenemen. Deze camera is ook niet gek. Hallo, how are you doing? How is your day? Ik ga zo naar huis. Dan kunnen we hier lekker door blijven eten of wat jij doet. Dankjewel. Ach, benen verkrampt. Zijn er nog meer vlinders? Oh, hi, thank you. Bijtje. Kijk wat jij doet zonder mij te prikken. Zo. Jij hebt een lange tong. Thank you. Focus. Maar, zijn er helemaal geen vlinders? Is het vlindertijd voorbij ofzo? Geen vlindertijd meer. Deurtje dicht. Weet je wat mijn vader zei, ik zo leuk. Je moet de deur dicht doen, anders tocht het. Oké. Ik zie helemaal geen vlinders. Dan maar een bijen. Waar is die dan? Hij is footsie. Oh ja. Een ander. Zo mooi. Zo lief. Oeh. Tot nu toe ben ik niet gepikt door ze. Moet niet te hard zeggen natuurlijk. Lief bijtje. Ja, lekker eten. Ik hou ook van eten. Bijtje ook. Helemaal geen vlinders meer. Vlinders, oh. Jij ook. Hallo. Hi. You look beautiful on a pink flower. Jammer. Geen vlinders. Nou ja. Allemaal geen vlinders. Even kijken hoor. De tipi's. Dat is allemaal gelukt. Dat is ook blij. Geweldig.